Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag maak ik een set die nieuw binnen is gekomen op mostcutest.nl. Dit is de Popping Cookin Gnocchi Gnocchi Corodon. Super schattige naam vind ik en de verpakkingen zien er ook echt heel erg leuk uit. Met het Neru Neru poppetje van Crazy. De set is dus ook van Crazy uit Japan. Er zitten alleen maar natuurlijke kleurstoffen in en geen conserveringsmiddelen. En ik zal ook even de achterkant laten zien. Nou, het lijkt me echt heel erg leuk. Ik moet nog kiezen of ik voor grape of soda ga. De grape smaak heeft een combinatie van meloen, sinaasappel en druiven. En de soda smaak die heeft dus soda smaak met ananas en meloen. Nu spreekt ananas mij meer aan, dus ik ga dit keer voor de blauwe, de soda smaak. En ik ben super benieuwd. Dit is de inhoud. Er zitten 4 zakjes in 4 verschillende kleuren. Nee, ook een hele grote zit erbij en dus 3 kleintjes. Een klein schepje, een heel grappig roze, wat leuk dat die roze is ten eerste. Een soort van traytje denk ik, ja, met kleine gaatjes erin, misschien een zeefje. En een bakje. Hier zit een klein scoopje aan en die knip ik eraf, want dan kunnen we het water goed afmeten. Ik begin met het roze zakje. Bij het poedertje doe ik 2 schepjes water. En dit roer ik door. Als het goed is doorgeroerd, dan verspreid je het mengsel eventjes vlak over de hele bodem van het rondje. Het is ongeveer de bedoeling dat het dus mooi glad wordt en dan doe je zo dat roze bakje erop. Ik druk het nog niet te veel aan, want je ziet al wat er gebeurt. Er komen hele kleine stukjes omhoog. Dat komt natuurlijk door die gaatjes omhoog. En nu is het de bedoeling dat ik de 3 zakjes erbij pak en ze verdeel over de 3 bakjes. Dus per zakje een bakje. En nu ga ik duwen op dit mooie roze zeefje en dan kijken we wat er gebeurt. Het ziet er echt heel erg grappig uit. Oh my god. Even zo. Dan komt er weer een beetje poeder op alle gekke wormpjes. En weer duwen. Oh my god, moet je kijken. Kijk, hij gaat zelfs naar het andere vak. Het ziet er echt ontzettend cool uit. Echt vet cool. Ik duw nu ook nog eventjes aan de onderkant. Want dan kan ik nog eventjes die smurrie die zeg maar onder het zeefje zit, die kan ik nog even aanduwen. En dan komen er nog wat extra wormpjes omhoog. Maar ik denk dat ik het nu wel eigenlijk op heb gemaakt. Maar het ziet er echt super gaaf uit. Oké, gnocchi, gnocchi, corodon. Tijd om te proeven. Ik heb dus de soda smaak, de meloensmaak en de ananas smaak. Dus ik ga van elk een klein hapje proberen. Het zijn echt net kleine wormpjes. En zo komen ze dus ook uit dat zeefje. Het is heel erg grappig. Dus ik neem eerst een beetje blauw soda.
Het heeft een beetje de zachte smaak van de Neru Neru. Het is heel erg lekker zacht en zoet. Een beetje zoals een spekje of zo. Meloen, de groene. Ja, je proef je wel echt wat meloensmaakje een beetje. Even nog een beetje proeven. Het is echt super zacht in je mond. Echt heel bijzonder dat daar, of nou ja, heel bijzonder. Maar heel lekker zacht, ja, zoals een spekje zeg maar, marshmallowachtig. En nu de ananas smaak. Ik ben gek op ananas, daarom heb ik deze smaak gekozen. Dus ik hoop dat het lekker is. Het smaakt echt heel lekker naar ananas. Oh, ze zijn zo grappig, die wormpjes. Het zijn echt net kleine mini schuimachtige, spekachtige snoepjes. Wat cool. Ik vind dit echt een hele goeie. Neem nog een beetje soda. Nou. Oh, dit is heel lekker. Dit is heel lekker. Dit is heel lekker set. Ja, die ananas is ook echt heel lekker. Ja. Maar nu had je eigenlijk dan die van die fluffy Neru en wat sprinkles misschien. Wat van die zuurstofsprinkles. Dit vind ik wel een hele lekkere set. Ja. Ik ben nu dus ook benieuwd naar deze. Laat me even weten in de comments of je vindt dat ik de grape versie met sinaasappel en meloen dus ook moet gaan proberen. Deze heeft dus andere kleurtjes. Dus ja, laat me even weten of jullie vinden dat dat ook nog een video waard is. Of dat je zegt van nou, ik weet niet hoe het moet, ik hoef niet nog een video te maken. Ik hoop het niet. Ik wil deze ook proberen. Dus laat me even weten. Oh, ik vind hem echt heel lekker. Ja, hij is echt heel lekker. Guys, jongens, wat een leuke set. Hele grappige set. Hij is natuurlijk niet super uitgebreid, hè. Het is geen sushi of hamburger kit. Maar het is wel echt een hele leuke gummy-achtige kit. Het zijn niet echt gummies. Het zijn hele lekkere, zachte, spekachtige, spekje-achtige, marshmallow-achtige. Een beetje ook neru-neru-achtige wormpjes. Die uit een heel grappig zeefje komen. Ik heb nog wel een paar tips voor je. Onder dit zeefje. Kijk, dat ziet er nu trouwens zo uit. Zorg dat je het laagje dat je daaronder maakt met het poeder uit het grote zakje, dat je dat echt goed verspreidt. Want als je dat doet, het is namelijk best wel een dingetje om dat goed aan te duwen. Daarom ben ik op het laatst om alles goed op te maken wat hieronder zit, ook het bakje vastgepakt en de onderkant aangedrukt. Want zo krijg je het meeste eruit en kun je er zoveel mogelijk vormpjes maken. Waar lach je om? Om mijn precies uitleg. Nou, goed uitleg. Dus dat zijn twee tips. Zeker handig om toe te passen. Want ja, als je dit gewoon nog een beetje aanduwt, dan duw je het nog door die gaatjes heen. En dan krijg je meer wormpjes. Deze set, de Gnocchi Gnocchi Cororon, de nieuwste set van Crazy, vind je op moscuris.nl. En ja, ik vind het zeker een aanrader. Zo'n set is er nog nooit geweest. Helemaal nieuw en super cool. Dus als je van dit soort grappige Japan snoep experimentjes houdt, dan kun je deze zeker gaan proberen. Ik dank je wel voor het kijken en check ook nog even de site voor de nieuwe Dodotto. De Dodotto is terug. Jullie gaan deze ijs verkeerd om. De Dodotto is terug. Jullie kennen deze al van een video van heel lang geleden van mij. Maar hij is nu eindelijk weer terug en hij is ook nu vernieuwd. Want er zitten sprinkles bij. Dus ik ga deze ook zeker nog eventjes proberen. Kijk, hier is ook de soda versie. Dus ik zal deze in een van de volgende video's laten zien. Maar je kunt hem alvast checken op de site. Of je checkt alvast de video van vorige keer. Dankjewel voor het kijken en ik zie je de volgende keer. Doei doei! Ik moet het ook nog even op Snapchat zetten. Je kunt me volgen op MostCutestNL. Dus net als op Facebook, Twitter, Instagram. En nu dus ook op Snapchat. MostCutestNL. Ik zet wel even dat spookje in beeld. Oké. We hebben net deze nieuwe set gemaakt. De poppingkoeken Gnocchi Gnocchi Cororon. En hij is super lekker. Het ziet er een beetje raar uit. Omdat we er al van hebben gegeten. Maar het is heel lekker. Yay.